verder. Welkom bij de Ado Journaal, de vrijdagbobbel. We zijn er met twee spelers en de trainer mogen we weer een vraagje stellen. Kijk mee. Maat, gefeliciteerd. Dankjewel. Gave Veta, ik start met Tommy. Staat hij goed in beeld, maat? Dat we allebei in beeld zijn? Leuk. Gave Veta, maat, kun je hem er even uithalen? Want ik moet vanmiddag toch nog eventjes naar de Lommard. Ja. Dan kan ik die er even inkwakken, want wat denk je dat hij waard is, zo'n Veta? Nou, als hij echt geld waard was, had ik hem, ik hem ook wel weggebracht. Maar maat, hoe kicken is het? Twee weken achter elkaar zijn wij de winnaars. Ja, dat is hartstikke leuk. Ik ben er hartstikke blij mee. Ja. Dus, ja. Heb je hem echt gekregen voor het doelpunt? Of voor de gezichten die je trok en de emotie en de ontlading daarna? Ja, dat heb ik niet gevraagd. Nee? Dat heb ik niet gevraagd. Dus ik weet het niet. Nee, ja. Als ik het je vraag? Dan denk ik door het doelpunt en in combinatie met het juichen misschien dat ik blij was of zo. Ja, ze deden er een beetje over alsof het een zacht balletje was. Maar jij zelf zegt, die bal die had zo'n snelheid. Ja, want ze zijn zelfs na de wedstrijd, hoorde jij van de materiaalman, dat ze het net hebben ze een paar steekjes moeten geven, want daar was hij ook al doorheen gegaan. Ja, was kapot. Ja, zo hard. Ja. Dus ja, dat zegt wel wat over de snelheid. Nou, dan mag je nou de schoen wegzetten, maar, want ik ben heel blij dat je hem gewonnen hebt. Maar gaan we het even tokken natuurlijk. De vierde op rij. Ja, ik ga al zo praten. Nee, ja, de vierde op rij. Daar gaan we zeker voor. Ja. Heracles thuis. En hoe kik is het als je drie punten kan pakken? Ja, ja, ik heb verleden week de wedstrijd gezien. Heracles Feyenoord of Feyenoord Heracles. Een van die twee. Ja. Ik denk nou, zoals ik ADO zie spelen de laatste tijd, die kunnen we alle twee pakken. Nou ja, kijk, het blijft natuurlijk elke wedstrijd. Je hebt wel gelijk, je kan ze allebei pakken, maar je kan ze ook allebei verliezen. Ja. Dus daar moeten we voor waken. Ja. Kijk, we moeten eerst zorgen dat we gewoon Heracles gewoon goed spelen. En dat ik heb ze gezien, ik vond ze op dat moment beter spelen dan Feyenoord. Ja. En, ja. Dus als je hier zo speelt als de bepaalde momenten in de wedstrijd, dan kunnen we ze zeker pakken. Ja. Ja. Ik denk dan bij mezelf, we spelen twee uitwedstrijden. We komen twee keer terug van achterstand en we winnen de wedstrijd. Dat is voor jullie ook een extra gevoeletje van, nou, we zijn echt heel goed. Ja, dat betekent toch dat we niet gelijk kopjes omlaag hangen. En gewoon weer staan en doorgaan. En wachten op die kans en dan toch benutten. Ja, en dan is er ook nog natuurlijk dadelijk moet je naar de pers. Want er gaan allemaal geruchten in de pers over dat er interesse is voor je. Daar zijn wij niet mee bezig, want wij zijn alleen met Heracles bezig. Juist, hè? Tuurlijk. Ja, hoe hebben jullie getraind deze week? Want vandaag hebben wij het niet kunnen zien. Dus ik ga ook geen opstelling of zo vragen. Maar zit het wel ongeveer hetzelfde eruit of zit er een nieuwe jongen bij? We hebben inderdaad wel een nieuwe jongen erbij. Ja, ja, maar zit hij ook in de basis, denk ik? Nou, dat weet ik niet. Dat weet je niet. Nee, ja, kijk, we hebben nu wel getraind. En ik denk dat op dit moment weinig is om te wisselen. Ik bedoel, als je drie keer wint, dan het blijft de trainer zijn keuze natuurlijk. Ja. Maar je weet ook niet. Ik weet niet wat hij denkt. Hij heeft heel veel gebeld met hem en heb gesproken met hem, koffie gedronken. Dus misschien heeft hij hem wel wat beloofd. Ja. Dat zou kunnen. Dus dan denk ik dat Ruben misschien. Ja, maar ik geloof niet dat een trainer een basisplek garandeert aan iemand. Ook dat doen weinig trainers, denk ik. Tenminste, hebben ze nooit bij mij gedaan. Nee, dat kan ook dan. Dus. Hoezo heb jij niet? Denk jij niet dat je elke week erin staat met een basisplek? Nou ja, ik denk dat ik zonder wel erin sta. Maar ik bedoel. Ik kan niet vooruit kijken. Ik kan niet ver in de toekomst kijken, helaas. Maar als je nieuw komt bij een club, denk ik niet dat een trainer tegen jou zegt van je komt gegarandeerd in. Erin. Nee. Oh, dat gebeurt. Ook niet zeg maar bij clubs waar ze 60 miljoen betalen voor een speler. Ja, dan zal die waarschijnlijk wel spelen. Ja. Maar, in onze categorie? Niet. Het lijkt me niet. Nee. Ik denk het niet, nee. Oké, maar nou. Ik zeg goede wedstrijd. Dank je. Ik ben blij dat je een prijs wint, weet je wel. Want het zijn toch prijzen. Toch prijzen. Was dat je eerste? Nee. Hoeveel schoenen? Het was alweer de tweede. Dus in principe heb je nou op allebei de hoeken van de schoorsteenmantel staat er een. Ja, links en rechts heb ik nu. Oh, je hebt linker en rechter schoenen? Ja, natuurlijk. Ja. Oh, dat had je gevraagd. Nee, maar ik had hem wel. Ik bedoel, als ik die weer linker had, had ik gezegd. Wat moet ik ermee? Ik denk, heb ik twee linker benen of zo. Ja, dat was meer. Die had je kunnen zeggen. Oké, maat. Goede wedstrijd. Thanks. Top. Oké, nou.
Ga ik het eventjes proberen in het Engels. Jullie weten dat ik daar een ster in ben natuurlijk in het Engels praten. Maar ja, ik wil graag een keertje met onze keeper praten. En hij spreekt gelukkig Engels, dus ga ik het proberen. Dus de eerste vraag natuurlijk. How is it? Good, you see. Yes, you can see at the table. Yeah. After 3 games, 9 points. It's good. Yeah, it's unbelievable. I wouldn't say it's unbelievable because we are a good team, I think. Yeah. But we are not, of course, Barcelona. We have to work hard every day to become better and better and win more games as possible. You feel at home by ADO? Yeah, after a few days when I came, I felt very good here because the group is very friendly, the coach, perfect. Yeah. All together, they helped me a lot to adapt to a new place, but I feel great here. Okay. Last week, the game by Excelsior, you have a problem with your ear? What was the shoe? Yeah, he just touched with a shoe. Here, look. Yeah, heftig oor, hoor. Hey. But it's okay. It's for goalkeeper. Nee, it is nice. You can play even about it. Okay. I was in Litauen with ADO Den Haag a few years ago. Very bij Taurus. And the place was Kaunas. Yeah, Kaunas. Yeah. Kaunas. And was there a big square? Yes. And we drinking there and party and many beautiful women. Yeah. When in Litauen, the people who visit Litauen, they say you have good beer and nice women. And party. And very funny football stadium. Okay. It was it's a different. It looks for me when I was there for the first time. Yeah. I think, where am I, Rachel? Yeah. From the you know it from movies. Yeah. You have the wall, the Berlin Wall, and behind there we don't see it. Yeah. And I thought I am there. Yeah, it's crazy. Yeah. But now Heracles, what do you think? Of course, we have to win. You know, we play at home. We are in good shape, so we won the first 3 games of the competition. So we have to win. Yeah. There is no other question. Yeah. But football is football. You know, you never know. But I can promise, and I can speak for other guys. But we give our best on Sunday. Maybe the system we play, you can win, but you can also lose. I think. Yeah, you know, but it's the Dutch competition is very difficult. You never know. Right. You see, last week Ajax lost against Willem, so it's very competitive competition. So, but we do our best to win a game. So. Okay. Our first keeper last year, Martin Hansen, he makes a beautiful doelpunt with. You saw it? Yeah, of course, all the world saw it. Can we see something like that you do it? Something like that? That you it is 85 minutes. I hope I don't need to do this because we are winning goal games, so I don't need to go. That's better. You see, hij heeft wel humor en aardige gozer. Ik laat hem met rust. Hij moet zich concentreren voor zondag. Morgen is er nog een training. Je kan eventueel komen kijken. Thank you. And, welcome. I see you later. Yeah. Okay. Thanks. Thank you. Ja, Roberto? Hoeveel likes heb ik gisteren gehad met die interview? Dat is ongelooflijk. Dat bedoel ik. Ja, eindelijk dat je heel veel likes krijgt. De weersverwachtingen zijn gunstig voor zondag. Hetzelfde zoals je de hele week hebt getraind. De mussen die vielen dood van het dak. Zo heb je normaal kunnen voorbereiden naar de wedstrijd tegen... Normaal hebben we om 11:30 training. Hebben we laatste week getraind om 10:00. Omdat denk ik dat het ongelooflijk warm is. En morgen gaan we weer naar 11:30. Moeten we toch een beetje wennen aan de warmte. Omdat als we morgen trainen in de schaduw en zondag moeten we om 2:30. Dan dat is wel een beetje lastig. Dus dan hebben we net met de deskundigen gevraagd. En die zei dat het beter is dat we morgen om 11:30 trainen. Niet om 2:30, maar wel om 11:30. Dat je toch lichaam gewend is aan de warmte voor zondag. Dus dan gaan we morgen om 11:30 trainen. Zijn er spelers die meer last van de warmte hebben en spelers die minder last van de warmte hebben? Ja.
Ja, natuurlijk. En wat doe je daar dan? Ja, goed. Dat is heel moeilijk om één groep om 10 uur laten trainen en een andere groep om 11:30. Maar dat moeten we toch wennen. Wij moeten toch zondag om 14:30 met 28 graden of 30 graden spelen. Dus. Maar komt goed. Dat heeft Heracles ook last. Ja, was het Adelsjournaal. We hebben weer getokt. De vrijdagbabbel zit erop. Kom allemaal zondag naar het stadion. Er zijn nog kaarten en het wordt zo gezellig, joh. Lekker in het zonnetje of niet in het zonnetje. Als je achter het kogel zit, zit je lekker in de shadow. En ga je op Midden-Noord, zit je in de zon. Kom allemaal. Dit was het Adelsjournaal. Laters.